Hoi, ik ben dus Pedro de Bruikere en omdat jullie blijkbaar toch het meest twittergekke land van Europa zijn, hier kan je mij volgen, maar ik wil beginnen met een disclaimer. Namelijk, deze video komt op YouTube. En dit is, hou jullie even in stilte bezig, maar dit is voor de YouTube-kijkers. Als je enkel de eerste 5 minuten bekijkt van deze video, ga je er niks van begrepen hebben. En ga je denken dat ik verschrikkelijk ouderwetse zak ben. Kijk dus verder. Goed. Sorry voor even deze onderbreking. Maar ja, anders krijg je misverstanden. Hè. Want ik wil het over verandering hebben. Ik weet niet of je het opgemerkt hebt, maar de voorbije 5 minuten is het woord verandering constant gevallen. En ik wil het vandaag hebben over verandering, maar ik wil het ook uitleggen waarom directeur een rotjob kan zijn. Nu heb ik uw aandacht. Ja? En ik wil het ook hebben vooral over leerkrachten. Maar eerst moet ik beginnen met die verandering, want vaak... Als je dan een onderwijsgoeroe tegenkomt, bijna allemaal beginnen ze met dit. Heel lang geleden was dit ons werk. Daarna kregen we dit als werk. En vandaag de dag zijn we geëvolueerd verder en verder naar het nieuwe werken. Klinkt bekend, hè? Je kan het ook doen voor communicatiemiddelen. We hebben dat net al gezien, hè? Van de posttuif over de telegraaf. Over de laptop. En waar gaan we naartoe? We zitten allemaal met ons mobieltje en de Google bril komt binnenkort uit. En wat volgt er dan altijd? Heel simpel, dit. Een beeld van onderwijs van 100 jaar geleden. En dan een beeld van onderwijs van de jaren 60. En dan doen ze een beeld van onderwijs nu. En dan zeggen ze van, zie je wel, dit verandert niet. Klinkt bekend, hè? En meestal wordt er dan ook nog aan toegevoegd. En het gevolg is dat dit gebeurt... met uw leerling. Nu, eerlijk gezegd, met beelden kun je alles bewijzen, want ik vond ook dit. Vrij vertaald, is dit zo nieuw? Ik weet het niet. Maar het algemene idee is dat in onderwijs er nooit iets verandert. Dat heel de wereld beweegt en dat onderwijs stilstaat. Een heel populair idee. En we noemen dit... Het is uitvoerig beschreven. We noemen dit de inertie van het onderwijs. Nu, dit schema is een van de meest frustrerende schema's die bestaan. Larry Cuban heeft dat onder andere bedacht voor beleidsmensen. Dus de mensen boven jullie. Ik ga eventjes het met jullie analyseren. Je hebt daar heel boven het macroniveau. We spreken hier over 100 jaar. En het macroniveau, dat zijn de ministers. En die komen met nieuwe ideeën. Elk streepje is een nieuw idee. Als je dan onderaan kijkt, dat is wat er in de klas gebeurt. Dat is één balk. En waar zitten jullie als coördinatie, als directie? Daartussen. Gewrongen. Je hebt aan de ene kant de bewegingen die sneller en sneller lijken te gaan van dingen die je moet doorvoeren. En je hebt de leerkracht die in feite... bijna niet lijkt te veranderen of te willen veranderen. Nu, dit schema legt in feite heel mooi bloot waarom dat directie zijn zo'n moeilijke job kan zijn. Je zit tussen twee snelheden. Maar je kan dit schema ook compleet verkeerd begrijpen. Als je dit oppervlakkig bekijkt, en als je dus nu op YouTube afhaakt, dan zou je denken van, zie je wel, er verandert niks in het onderwijs. Niks is minder waard. Want die balk, dat zijn geen revoluties, maar dat is een gestage, trage, maar zeker evolutie. Bijvoorbeeld, daarnet hoor je in de cijfers dat 1 op 3 bijna nooit ICT voor zijn onderwijs gebruikt. Ik ga daar niet mee akkoord. Al jullie docenten gebruiken ICT voor hun onderwijs. En veel meer dan je denkt. En nog erger nog, veel meer dan zij denken. Of anders gezegd, zij gaan ervan uit dat hun leerlingen en hun studenten ICT gebruiken. Sta er gewoon even bij stil. Als je 5 jaar geleden een opdracht gaf aan leerlingen, een taak die ze samen moesten maken, dan moest je daar hen soms gewoon 2 weken de tijd voor geven. Ze moesten kunnen afspreken, ze moesten naar de bieb kunnen gaan. Nu geven heel veel van jullie docenten daar in feite maar een paar dagen meer voor. Want afspreken en overleggen kunnen ze via WhatsApp doen of via Facebook. En dingen opzoeken doen ze gewoon op internet. En dus zelfs jullie meest rabiate ICT-tegenstanders verplichten hun leerlingen, zonder dat ze het zelf doorhebben, constant ICT te gebruiken.
Als ik dit tegen dergelijke rabiate tegenstanders zeg, dan voelen ze zich altijd zo betrapt. Ah ja. Nu, heel veel van de voorbije evoluties van de voorbije 100 jaar, die sijpelen door. We gaan in feite, we noemen dit, het wordt ingepast in de grammatica van de klas. Ervaringsgericht onderwijs. Al jaren een belangrijk thema. Maar kijk hoe het in het basisonderwijs gebruikt wordt. ICT. Hoeveel leerkrachten gebruiken nu gewoon geen PowerPoints? Is dit soms goed gebruik? Daar kan we andere discussies over doen. Maar die dingen sijpelen door. Nu, die inertie, die traagheid, die kan soms ook voorkomen op onverwachte plaatsen. Dat je het niet zou verwachten. Jullie kennen allemaal deze man hier, Salman Khan van de Khan Academie. Wacht eventjes, wie kent het niet? Oké, voor dit paar mensen die het durven toegeven. Nee. Salman Khan, idee is, de man begint video's te maken voor wiskundeproblemen uitleggen aan zijn neefjes. Die video's worden meer en meer gebruikt. En op een bepaald ogenblik krijg je een hele academie met meer dan 100 video's waarin dingen uitgelegd worden. Ondertussen heb je een Nederlandse versie. En in Vlaanderen heb je de Jonathan Academie, speciaal gericht op het lager onderwijs. Fantastisch project. Maar, alhoewel, Khan draait niet meer om video's. In feite, denken dat Khan Academie vandaag de dag om video's draait, is even beperkt als een iPad gebruiken als onderzetter voor de koffie. Of even beperkt als een iPad gebruiken om daar gewoon pdf's van een handboek op te zetten. Dan heb je er niks van begrepen. Maar daar gaat de volgende spreker nog op ingaan. Weet je wat de echte kracht is? Dit hier. Dames en heren, dit hier is de kaart van Manhattan. En je ziet daar verschillende stromen, zo verschillende kleuren op. Dit is hoe dat mensen bewegen in Manhattan. En hoe weet men dit? Heel simpel, door gewoon hun gsm-signaal te volgen. Dit is een onderzoek naar wanneer mensen uit elkaar gaan. Nu, bij onderzoek wordt meestal bijgezegd van hoe groot is de steekproef? De steekproef van dit onderzoek is geen 1000 personen, maar 900 miljoen. Meer nog, de kans is groot dat jullie aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Want dit zijn alle Facebook-gebruikers. En hier kan je zien wanneer mensen uit elkaar gaan. Bijvoorbeeld op kerstmis gaan we niet uit elkaar. Maar de komende weken worden spannend. Valentijn, oké, geen probleem. Maar hoeveel spijt we van Valentijn krijgen? En we zijn echt wel flauwe grappenmakers op 1 april. Dames en heren, fantastisch, hè? We hebben het altijd over privacy, maar elke stap die gezet wordt, wordt gemeten. Maar als je nu technologie in de handen van je leerlingen stopt en ze doen oefeningen op een tablet, dan kan je dit ook gaan gebruiken om hun leren bij te houden. En dan krijg je dit. Dit is de achterkant van een toepassing van de Khan Academie. Dit is in feite heel het scherm dat je krijgt per leerling waarin geanalyseerd wordt. U heeft die video al 4 keer moeten bekijken. En u heeft 25 oefeningen gemaakt en u heeft er maar 4 van juist. Ik als leerkracht ga moeten ingrijpen. Hè. Ik heb nog geen enkel examen afgenomen. Ik heb nog geen test gedaan. Maar ik weet wel dat die misschien mijn probleem of heel erg afgeleid is. Kan ook. Maar ik moet ingrijpen. Maar nog interessanter, jij hebt die video maar 1 keer moeten bekijken. En je had direct 10 op 10 op de oefening. Misschien kan ik vragen aan jou om eventjes samen te zitten met meneer. En te kijken of je niet samen eruit kan geraken. Fantastisch, hè? Klinkt hypermodern. Dames en heren, samengevat, het basisidee is een leerkracht monitort en de sterke leerlingen helpen de zwakke leerlingen. Fantastisch. Hypermodern komt uit 1817. Ja, het onderwijs verandert echt nooit, hè. Dit hier is het mutueel onderwijs. Uit Parijs was ook rond de eind 19e eeuw heel populair in Brussel. En daar had je 1 grote zaal waarin verschillende leeftijden samen zaten. De leerkracht was meer een organisator, klinkt ook bekend, hè? Waarbij leerlingen aan elkaar les gaven en de leerkracht het leren van iedereen monitorde. Is het nu een kopie? Nee. Het idee is wel gelijk. Maar nu krijgen we tools om dit nog beter te kunnen doen. En net zoals ik daarnet gezegd heb, verandert onderwijs dan nooit? Onderwijs evolueert. Maar heel veel ideeën komen terug. Dan is de vraag, hebben we dan helemaal niets geleerd? Eerlijk gezegd,
We hebben veel meer geleerd dan je denkt. En ik vrees dat dit het stuk is waar de meeste mensen gaan van schrikken. Er is een hele discussie over wat is nu het beste? Traditioneel onderwijs of progressief onderwijs? En je hebt daar rabiate voor- en tegenstanders van. Nu, dames en heren, dat is in feite heel vaak een foute tegenstelling. Vorige week, en ik zal het zeker opzoeken, ik zal ook de link doorgeven voor op de blog, is er een nieuw rapport verschenen online, The Learning Curve. Pearson heeft alle mogelijke toponderzoekers wereldwijd over onderwijs samengezet om landen met elkaar te vergelijken. En dan denkt hij van, ja, PISA doet het ook. Ze doet het nog ietsje breder. De top 2 van landen ter wereld. Op 1, wat denkt u? Welk land wordt altijd naar verwezen? Finland, juist. We gaan die eventjes bij de progressieve plaatsen. Wat staat er op 2? Korea. Het meest conservatieve onderwijsland ter wereld bijna. Dat is toch wel heel fascinerend, hè? Je hebt dus aan de ene kant een heel progressief land op 1 en op 2 een heel conservatief land. Nu, Margaret Brown die heeft net in een boek dat ik kan aanraden, Bad Education, het is net uit, Engels boek, heeft gewoon gekeken, een overzicht gemaakt van alle studies waarbij progressief en traditioneel onderwijs tegenover elkaar afgezet wordt. Eerste vaststelling. Heel moeilijk om te schrijven wat progressief is en wat traditioneel is. Want daar zijn heel veel mensen het niet over eens. Dat is al een probleem. Maar nog een belangrijke vaststelling. Als je al die onderzoeken naast elkaar legt, effect in leren, soms voor bepaalde doelen, bepaalde dingen die je wilt bereiken, maar door het band weinig verschil tussen de twee uitersten. En weet je waarom dat is? Omdat die discussie meestal op het macroniveau gevoerd wordt. Als we gaan kijken wat er eigenlijk in de klas gebeurt, dan krijg je die mengelmoes die een leerkracht maakt. Dan krijg je in feite nooit of heel zelden die extreme progressieve methodes of die extreme traditionele methodes. De meeste leerkrachten gaan kijken wat echt een goede professional doet. Voor welk doel ga ik de beste methode gebruiken? En dat is de essentie. In feite, micro past al die elementen die hen aangereikt worden in hun grammatica in. Die grammatica veranderen, dat hebben we al heel vaak geprobeerd. Maar dat lijkt heel, heel moeilijk. Dus op de discussie evolutie versus revolutie, ik weet niet, maar u heeft misschien al gemerkt waar ik op ga inzetten. En evoluties ondersteunen is ook veel handiger. En trouwens, revoluties, dat is ook heel moeilijk. Want heel vaak wordt het beeld geschetst van onderwijs als een tanker. Maar leerkrachten geven een jaar les. Dat jaarplan zijn we nog niet kwijt in het onderwijs. Geven een jaar les, die zijn bezig. Tijdens het jaar een schip veranderen is al heel moeilijk. Je hebt afspraken, je hebt... En dan volgend jaar voorbereiden, moeten ze al toen wel eens aan het lesgeven zijn. Je kan dat soms ook wel begrijpen, waarom ze kleine stappen zetten. Nu, wat je vooral leert, is dat leerkrachten het verschil maken. Dames en heren, ik heb deze slide vorig jaar ook getoond. Het komt van John Hattie. Dit is een heel deprimerende en ook een heel hoopgevende slide. Namelijk, er staat hier een heel stuk op waar wij in het onderwijs niks kunnen aan doen. Die leerling komt bepaalde kenmerken binnen en ja, daar moet je mee leven. Hè. Ze zijn in bepaalde zaken goed en in bepaalde zaken wat minder goed. Als we dan gaan kijken van wie kan er verder verschil maken, de grootste groep zijn de leerkrachten. En daarom heb ik ook altijd gezegd, zet in op leerkrachten. Maar in feite moet je op iedereen inzetten, want wat je misschien over het hoofd gezien hebt, is hoe groot de invloed van één persoon is. De directie speelt blijkbaar ook een cruciale rol. De coördinatie speelt ook een cruciale rol. De invloed van de directie is even groot als de thuissituatie of de vrienden. U speelt dus echt wel een rol mee, hè? Dames en heren, hoe kun je maken dat onderwijs verbetert?
Want nu zou je kunnen denken van dit is een zeer deprimerend verhaal geworden. We kunnen weinig veranderen, we kunnen weinig veranderen aan de leerling. Dat onderwijs beneden, dat verandert traag. Wel, inzetten op ondersteuning van het microniveau. En ondersteuning, wat is dat niet? Doe het zo. Want dat doen we heel graag. We noemen dat dan begeleiding. Maar in feite komt begeleiding er heel vaak op neer. Ik ga eventjes bij u zitten om te zeggen hoe je het moet doen. Dat is geen begeleiding, hè? Ik bedoel, jij gaat dan zeggen hoe je met die leerling moet omgaan. En je hebt die leerling met moeite gezien. Terwijl die leerkracht er dagelijks mee omgaat. Wat dat wel kan zijn, is vragen stellen. Van, oké, waar zit je vast? Is wel kijken van, vertel mij een keer over je leerling. Want het kan perfect zijn dat de leerkracht in een bepaalde visie vastgereden zit. En dat hij een extern nodig heeft om daaruit te geraken. Maar dat is een manier van vragen, dat is ondersteuning. Nu, de leerkracht die zijn onderwijsstijl volgt, is effectiever dan rekening houden met leerstijlen van de leerling. Daarom dat ik zeg van, ga het niet in hun plaats gaan beslissen. Dames en heren, er komt in februari een boekje van mij uit, samen met Casper Hulshoff, over mythes in het onderwijs. De titel is Jongens zijn slimmer dan meisjes. De ondertitel is En andere mythes, hè, voor iedereen die zich nu al beledigd voelt. Een van de meest hardnekkige mythes zijn leerstijlen. Als je gaat kijken naar de effectgrootte gemiddeld van leerstijlen, je hebt daar twee problemen mee. Eén probleem is, één obscure indeling van leerstijlen die psychologisch bewezen is. De rest niet. Maar dat is al een probleem. Maar als je gaat kijken in school of je nu rekening houdt in de klas met leerstijlen of geen, is de effectgrootte om en bij de punt 43. Om een idee te geven, tussen 0 en punt 20, wat is dat verschil? Dat is groei, het kind ontwikkelt. Tussen punt 20 en punt 40, dat is omdat de leerkracht iets doet. Vanaf het moment dat je boven de punt 40 zit, spreek je over meerwaarde. Een meerwaarde van punt 43. Als je een leerkracht begeleidt in zijn eigen goede onderwijsstrategie vinden, en je laat die leerkracht op die manier werken, en laat, dat is niet één methode, maar dat is kiezen uit zijn repertoire, dan kom je aan een effectgrootte van punt 65. Maar kijk hier waar we het meest op inzetten. Van de twee, leerstijlen of onderwijsstijlen. Dames en heren, als je dit wil doen, zijn er wel een paar dingen cruciaal. Eerst en vooral aanvangsbegeleiding. Het onderwijs is vaak de job waar je de moeilijkste klassen krijgt als je begint. Dat het moeilijkste job is om aan vaste baan te geraken. Waarbij je heel vaak van job verwisselt. In feite doen we er heel vaak alles aan om leerkrachten af te raden bij ons te blijven. Terwijl we in feite zouden moeten inzetten op, oké, jij komt hier binnen, je kent misschien de indeling, het eerste waar een leerkracht mee bezig is, ik wil overleven. Na een paar jaar denk je van, ik ben er niet aan dood gegaan. Oké, volgende punt op de agenda. Mijn leerplan. Na 5 jaar heb je de deur van, er zitten hier leerlingen. Ik ga daar mee beginnen rekening houden. Maar je kan een leerkracht in het begin van zijn loopbaan niet verwijten dat nog niet te doen. Ik bedoel, op zoveel domein, misschien heb je Gladwell ooit gehoord, die zegt van je moet 10.000 uren oefenen om iets onder de knie te krijgen. Cognitieve psychologen zeggen, ja, liever 10 jaar oefenen om iets goed te kunnen. En een van de moeilijkste taken die er bestaan, maar een van de mooiste, is leerkracht zijn. En je kan niet verwachten, als een leerkracht net afgestudeerd is, om dit zomaar te doen. Je kan dit niet verwachten op 3 jaar of op 4 jaar, wat dat in feite 10 jaar kost. Dus als je die onderwijsstrategie wil vormgeven of helpen vormgeven, als je die wil gaan begeleiden, zorg dat dat in het begin goed zit. Zorg voor vakgroepwerking. Om te tonen van, je hebt hier misschien dingen die je van mij kan gebruiken en omgekeerd. We weten dat scholen die met vakgroepwerking werken, dat je hebt in feite meer aan die professionalisering via vakgroepwerking vaak dan sommige pedagogische studiedagen. En een taboe. Ik heb nu de leerkrachten opgehemeld, maar ze moeten ook bij elkaar op bezoek gaan. Je leert daar veel van.
Maar dat is zo, oeh, mijn klasje. Je kent het wel, het fenomeen. Nu, ik weet dat er heel veel scholen daar al goed werk leveren. Maar dat is een stap om in feite in te bouwen van, je staat er niet alleen voor. En ik kom bij u kijken en ik ga van jou leren. En vooral vertrekken vanuit dit positieve verhaal. Ik wil bij jou komen leren. En jij mag bij mij komen leren. En als je mij soms dingen kan zeggen, tips van ik zou dit anders doen, des te beter. Maar het is niet aanvallend. Ik zou hier nu kunnen afronden. Maar ik ga dat niet doen. En heel traditioneel heb ik dan one more thing opgezet. Ik kom niet van bij Microsoft, maar ik kom niet van bij Apple, die altijd eindigt met one more thing. Maar ik wil het eventjes... Ik wil nog twee dingen meegeven. Want je hebt nog iets extra nodig. Als je dat microniveau wilt versterken. Als je er wil voor zorgen dat kinderen leren. Veel belangrijker dan gelijk welke methode. Dames en heren, voor leren heb je nood aan rust. En kinderen willen rust. Dit was een Vlaams onderzoek. En misschien zijn wij wat hekker dan jullie en werken wij ons meer kapot. Maar 1 op 3 kinderen in Vlaanderen tussen 10 en 14 jaar vertonen stresssymptomen. Ik laat dat even bezinken. We kijken heel zelden naar onze kinderen, naar de stress die zij hebben. Oh, maar ja, dat is constant omdat ze op hun dingetjes bezig zijn. Is dat wel zo? Ze hebben eerst en vooral nood aan rust op school. Dit is een school in Korea. Voor iedereen die nu zit te denken van wow, dit is het middel tegen afkijken. Ik weet het niet. Ik moet even de volgende school inleiden. Ik heb nog een foto. De school die ik nu ga tonen heet Carpe Diem. En is als voorbeeld gebruikt, niet deze, dus degene die nu gaat komen, wordt gebruikt in de Verenigde Staten. Dat is een van de scholen die het best gestegen is in de leerresultaten van hun leerling. Maar ik weet niet of ik mijn kind er naartoe ga sturen, want dit is de school. 18 uur per week zit elke leerling in zijn eigen hokje met een computer bezig om zichzelf te leren en te remediëren. Is dit wat we als onderwijs willen? Ik denk het niet. Ze missen hier een heel belangrijk punt. Een school is een ontmoetingsplaats. Een school is interactie. Ze hebben dat wel, die andere 18 uur. Maar hoe ga je je daar motiveren? Is dat de rust die ze willen? Ik denk het niet. En ze hebben niet enkel nood aan rust aan school, maar ze hebben ook nood aan rust buiten school. Ik ga het eventjes over de middenklasse hebben. Maar hoeveel ouders voelen zich vandaag de dag niet meer taxichauffeur dan wat anders? Ja, je moet dat begrijpen. De jeugdbeweging, dat is belangrijk. En sport is belangrijk. En de toneelles is belangrijk. En de muziekles is belangrijk. En al die dingen zorgen ervoor dat je nog beter bent in school en nog beter in het leven staat. Dat is één klein probleempje. De kinderen zijn doodop. En de ouders voelen zich meer taxichauffeur dan wat anders. En wat leren ouders op dat moment niet aan hun kinderen? Kiezen. En ja, het is allemaal interessant. Maar een van de 21st century skills waar we altijd zo op hameren is creatief zijn. Weet je wat je voor creativiteit onder andere nodig hebt? Verveling. Nu, er is één probleempje. Dat mag niet meer, hè? Dat mag niet meer. Nu, mijn zoon haat mij daarvoor, want elke keer als mijn zoontje van 6 bij mij afkomt, papa, ik verveel mij, antwoord ik, goeie jongen. Nu, het is niet enkel dat. Want als we gaan kijken, deze jongeren, deze kinderen, hè, dat is de eerste generatie waar dat massaal ouders scheiden. 1 op 3 komt uit een eenoudergezin of een nieuw samengesteld gezin. En de invloed daarvan op school is gigantisch. Maar het is ook de eerste generatie die thuis ouders tegenkomt met een burn-out omdat ze zichzelf kapot gewerkt hebben. Weet je, dat kinderen al in de lagere school, kinderen in de kleuterklas weten al wanneer hun ouders zwaar gestresseerd zijn en brengen dit mee naar de klas. En dat is niet waar jullie direct mee geconfronteerd worden, maar jullie leerkrachten wel. Dames en heren, en als het goed gaat, of te goed gaat, wat krijg je dan? Dan krijg je kiddels. Als ik vraag aan mijn student, 18, 19 jaar, wie heeft er al ooit kleren geruild met zijn mama of papa? Dan steekt 65% van de meisjes hun handen omhoog. Is dat omdat toevallig mijn studenten zeer ouderwets zijn? Nee, omdat mama en papa de kleren dragen van de jongeren.
bedoel, naar Pinkpop, hoe zet je je nu af als jongere tegen je volwassen ouder? Wel, jij staat in een witte t-shirt van Metallica en uw vader in een zwarte t-shirt van Metallica. 5 meters verder, dicht genoeg, want jongeren vinden dat niet erg, hè? De bank is mee naar het festival. Maar tegelijkertijd spreken we, zeker bij de kinderen, over BlackBerry Orphans. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik zit aan tafel, etenstijd, het was ontbijt trouwens. Ik vraag aan mijn zoon, een van mijn zoontjes, van, doe ik je dat boek weg? We zitten aan tafel, we zijn aan het eten. En zijn antwoord was, papa, als jij je gsm of je mobieltje wegdoet. Hij zei gsm in Vlaanderen, hè? Maar ik vertaal het eventjes, mobieltje. Ik voelde mij zo groot. En voor iedereen zit te denken van, ja, maar ik heb geen BlackBerry, het is ook verkrijgbaar voor iPhone. Maar weet je wat? Wij kunnen die thuissituatie niet veranderen. Dat hoort bij die ene kolom daar in die grafiek, waar wij niks kunnen aan doen. Maar waar wij kunnen wel proberen om rust te creëren op school. En voor rust bij leerlingen, weet je wat je daarvoor nodig hebt? Rust voor de leerkracht. Soms kleine dingen, hè? De uurrooster, de lessenrooster. Hoeveel moeten jullie leerkrachten lopen? Terwijl ik weet uit mijn eigen onderzoek dat het verschil in de sfeer in de klas gebeurt tijdens de pauzes. Als de leerkrachten tijd hebben om even met de leerling te kunnen babbelen. Als jij bij stilstaat, hey, kan ik ervoor zorgen dat mijn personeel niet van de ene kant van de campus naar de andere moet lopen? Dat zijn kleine dingen, hè? Maar het zorgt voor rust. Maar je hebt ook rust nodig voor de directie. Jullie hebben ook rust nodig. Weet je waarom? Heel simpel. Dit zijn zaken die aan elkaar correleren. Als de leerlingen rust hebben, ga je rustige leerkrachten hebben, ga je rustige directies hebben. Maar als je rustige directies hebt, hoe moeilijk dat de job ook is, ik weet het, heb je rustige leraren, heb je rustige leerlingen. Want dan gaan de leerkrachten ook sommige dingen van de leerling makkelijk kunnen relativeren. En dames en heren, ik weet dat ik vroeg ben, maar dit is wat ik jullie toewens voor 2013. Ik dank u. Zijn er vragen? Als er vragen zijn, steek even uw hand op, dan kom ik met de microfoon, zodat we die mee hebben op film. Wat ik wel interessant vind, is als je wil aansluiten op de leerstijl of het lesgeefstijl van de docent, hoe je dat dan in combinatie bent met je eigen organisatie. Wel, dat is zo zijn, als je gaat kijken, een organisatie in feite is veel groter en heb je veel meer kansen. Ik bedoel, als een organisatie groot genoeg is, wat in Nederland op dit moment heel vaak het geval is, dan heb je verschillende rollen voor leerkrachten. Heb je verschillende invalshoeken. Maar ook als je een vakgroepwerking krijgt, dan kan het zijn dat een bepaalde leerkracht beter is in het doseren. Terwijl de andere leerkrachten veel beter zijn in het begeleiden. Als je dan in een vakgroep of de vakgroep zelf daarover laat nadenken, dan ga je kijken van wie kan de beste competenties waar inzetten. Nu, je mag één ding niet vergeten. Onderwijsstijl, een goede leerkracht, die het ook volhoudt in het onderwijs, die heeft een gamma van dingen. Het is niet één werkvormpje. Nee, maar je gaat wel merken dat sommige zaken een bepaalde leerkracht goed liggen en andere niet. Die ene kan echt geen groepswerk. Maar al de rest wel, en is goed in begeleiding en dergelijke. Maar dan is het misschien interessant van, oké, kan ik even switchen voor dat groepswerk? Want voor dit thema is dat beter geschikt. Of kan dit daar aan bod komen? Of kan ik, met elkaar te visiteren, een leerkracht hebben die op een vrij uurtje mij daar een keer kan in helpen verdiepen? Zodat het aan mijn repertoire toegevoegd wordt. Ik bedoel, wat ik niet gezegd heb, is een leerkracht heeft één methode om les te geven en die doet dat alleen. Eerlijk gezegd, dan is het een zwakke leerkracht. Daar heb ik het niet over. Maar die onderwijsstijl, dingen doen waar hij of zij zich zeker bij voelt en nadenken in de organisatie hoe je dit kan A, uitbreiden en B, optimaal laten gebeuren. Ik denk dat vakgroepwerking daar heel een belangrijke rol kan in spelen en vooral met elkaar communiceren daarover. Antwoord aan je vraag een stukje? Ja, dat denk ik.
Je benoemt een aantal dingen waar docenten nood aan hebben, ondersteuning nodig hebben vanuit schoolmanagement. Als je, ik weet dat je een heel genuanceerde visie ook hebt over, over behoefte aan ICT-ondersteuning. Wat, ja, kan je er iets meer over vertellen? Wat hebben docenten nodig vanuit management en ook vanuit uitgevers voor wat betreft ICT-ondersteuning? Je hebt daar, in feite hebben we heel vaak, wordt de nadruk heel erg gelegd op de knopjes. En je merkt dat daar ook heel vaak de onzekerheid zit op de knopjes. Hè. Heel vaak bij leerkrachten. Terwijl dat ze veel zekerder zijn, dat weten we onder andere uit het Nederlands onderzoek, dat ze over inhoud veel zekerder zijn dan ze zelf denken. En ook beter scoren daarin. Ik denk, wat ik daarnet uitgelegd heb, van die learning analytics, dat heet dus die analyse van hoe dat ik... Ja. Ik denk dat we daar aan het begin zitten. Maar het kunnen analyseren van hoe leerlingen stappen zetten in ICT en die data dat kunnen analyseren, ik denk dat dat een nieuwe uitdaging wordt voor veel leerkrachten. Want dan komen er twee dingen samen, twee mooie dingen. Heel veel leerkrachten gaan in het onderwijs omdat ze met kinderen willen omgaan. En dan is die kinderen zo ver mogelijk willen brengen. Mooi. Nu krijg je een middel waarin je hen daarmee nog beter kan ondersteunen. Die computer kan u veel vertellen, maar het moet geanalyseerd worden en het moet gerelateerd worden aan wat de leerkracht ziet. Want het kan zijn dat in het voorbeeld dat ik daarnet gaf, dat jij dat perfect kan, maar dat je gewoon iemand bent die afgeleid is. De computer gaat dat niet weten. Daarvoor heb je die leerkracht nodig. En ik denk de komende jaren dat de uitdaging gaat zijn van hoe kun je leerkrachten vooral de informatie die over de leerling uit alle mogelijke ICT komt, zodat je die kunnen optimaal gebruiken en analyseren. Maar het goede nieuws is voor de leerkrachten dat ze nodig zijn. En ik denk dat dit gewoon de meerwaarde betekent. Het lijkt er meer en meer op dat de job van docent dus ook een managementjob aan het worden is. Oh, maar dat is al lang hoor, we noemen dat klasmanagement. En klasmanagement was heel lang wat ze enkel hen in controle houden. Terwijl dat we weten van het klasmanagement, de beste manier om een klas in de hand te hebben, is het tempo van wat hen aangeboden wordt, aanpassen aan hun noden en hen kunnen boeien. In feite, hoe lesgeven is de beste vorm van klasmanagement. En daar krijgen we nu hele mooie tools voor.